BNP Paribas Fortis stelt voor. Dat was zo'n beetje de fascinatie van hoe dat mensen in een non-staat, eigenlijk in Congo, een staat die niet naar behoren werkt, hoe dat mensen daar eigenlijk toch menselijk in blijven en zich juist verhouden of gezond verhouden. En de aanleiding was natuurlijk, ja, dat is onze oude kolonie geweest, Congo, dat is nog altijd zo. En dat hangt nog altijd een beetje toch een waas rond van heel veel dingen die we niet goed weten, of een taboe zou ik zelfs durven zeggen. Dus de fascinatie zal zeker daar ook zijn, want ik ben Belg en vraag mij af, wat is er eigenlijk achtergebleven van vroeger van ons? En dan kom je, ja, op staatsinstellingen, overheidsinstellingen, bureaucratie, alles wat een oude nazistaat eigenlijk heeft geëxporteerd. Dus het is zo goed dat we dat hebben gedaan. En dan kom je daar en dan stelde ik vast van, ja, mensen worden al jaren niet meer betaald. Mensen hebben eigenlijk helemaal geen gereedschap of helemaal geen dingen om hun job naar behoren te doen. En komen in een soort van rare limbo, hoe noem je dat? Een soort van staat van, ja, het is dus niet niks doen, want ze doen wel van alles, ze hebben een parallel leven daarnaast, maar in ieder geval in die job is het een soort van theaterspelen, want er is geen post die binnenkomt. Ik heb in een postkantoor gefilmd, er is geen post die binnenkomt. Ik heb in een brandweerkazerne gefilmd en die is afgebrand. En een treinstation waar dan nauwelijks tot geen treinen zijn. En toch komen die mensen elke dag naar hun job. Dus het is een beetje een allegorie van, ja, ook wel vind ik de sterkte van mensen en de draagkracht van mensen. Maar dat is eigenlijk een super vernederende situatie waar dat je terechtkomt. Want elke dag moet je daar naartoe in de hoop dat je nu wel betaald wordt. In de hoop dat misschien de dingen wel veranderd zijn. En elke dag word je geconfronteerd met een soort van status quo situatie. Dat is gewoon heel fascinerend om ja, te bevragen, wat betekent een job eigenlijk? Wat betekent eigenlijk respect krijgen van een maatschappij, van een staat, van een overheid? Wat betekent dat als je dat niet krijgt? Waar zit je zelf respect? Hoe ver kunt je daarin gaan in dat te verliezen of zelfs te behouden? Ja, en het heeft natuurlijk iets heel filmisch, hè? Het is heel theatraal om naar te kijken. Ik bedoel, los van al die psychologische dingen, is het gewoon echt een soort van ja, Brechtiaans absurd theater of zo. Je zit er aan te kijken en je denkt, wat? Maar die zit daar gewoon liedjes te zingen achter haar loket. Maar het is wel echt zo. Als ik nu bel met mijn personages, dan zitten die daar nog steeds zo. Hè. Dus dat is gewoon heel, ja. Dus ik vond het bijna heel hoopvol, omdat dat absurde, dat die mensen doorgaan. Ik wil zoveel vertellen, maar een van de aanleidingen was trouwens ook van, ik heb zoveel verhalen van die oude kolonie gezien die ofwel heel nostalgisch zijn en vanuit een wit perspectief worden verteld. Ofwel gaan ze over de oostelijke provincies, hè, aan de grote meren, waar dat de verkrachte vrouwen zijn, rebellenlegers, Heart of Darkness, Afrika. Met anoniem heel veel mensen die lijden, zo daggegeven. En ik had zoiets, of het andere ding, sexy, broerige Kinshasa met muzikanten in armoede. Ik zeg het expres veel te zwart-wit, maar er is toch ook gewoon een dagelijks leven. Hè? Wat stelt dat dan voor? En toen dacht ik van, ja, de meest universele plekken om mensen eigenlijk te doen empathie voelen, zijn eigenlijk overheidsinstellingen. Een brandweerman, iedereen kent wel een brandweerman. Een postbeambte en een treinwachter. Iedereen kent wel zo'n types. China, Afrika of... Of Indonesië of Europa. Allee, het is wel inwisselbaar. Alleen zijn de randvoorwaarden soms wel lichtjes anders. Voilà. De mensen proberen zich wel te redden. Het was ook heel lang een ding van, ja, zou ik heel dat verhaal vertellen van, probeert u te redden, maar het gevaar bestaat dat je dan denkt, ja, we hebben het niet nodig. Terwijl, men heeft die overheid wel nodig. Men wil wel gewoon veilig van A naar B geraken. Men wil wel gewoon veilig een brief kunnen versturen. Men wil wel dat zijn kot niet in brand schiet. En er is een rare soort van vooronderstelling dat, ah ja, maar in Afrika, mensen zijn toch zo ondernemingsgezind, dat, ja, die trekken hun plan wel. L'article 15, hè, on tire son plan, hij trekt hun plan. En ook dat vind ik eigenlijk, heeft dat iets heel cynisch, omdat één, er is een gigantisch donker verleden van kolonisatie, waarbij wij heel rare dingen hebben achtergelaten, verdwenen zijn, waarbij je eigenlijk nog maar aan een
vierde president zit bijvoorbeeld in Congo. Dat zeg ik juist, denk ik. En dan zouden we eigenlijk zo daar tevreden mee zijn van ja, dat ze het oplossen. Hè? En wat ik met de film probeerde te doen is soort van dat bevragen. Van, je zit met een absurde situatie, maar je zit ook met heel duidelijk mensen zoals u en ik die dat absurde bevragen en die dat eigenlijk ook niet meer zo tof vinden. En je ziet doorheen de film ook heel subtiel alle invloeden van buitenaf. De Chinezen, de ontwikkelingsgeld, de koloniale banden die er toch nog een beetje zijn. Dus het status quo wordt er eens ook in stand gehouden. Dus ik denk met die film probeer ik er eens een complexiteit aan te tonen anno 2014. Van, ik verwacht niet dat Congo dat ineens oplost. Want ik denk dat we eerst moeten begrijpen en eerst met hen echt in dialoog moeten gaan. En dan zo'n charmante, poëtische film kan er hopelijk bij helpen. Om de andere, als je een film ziet van, ja, legers vluchtelingen, dan hebben ze zo'n medelijden. Ik ga geld geven, ik ga storten, rekeningnummer, ik ga storten. Terwijl hier, ja, ik had dat hier misschien ook niet nodig. Steun het postkantoor, mijn rekeningnummer, maar nee. Je zult, ja, toen je vragen stellen, toen je benieuwd zijn, toen je zo hopelijk op een bepaalde manier in dialoog gaat met wat je op het scherm ziet. En nu nadenken zo. Doe nadenken. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.